Wauw, dit is natuurlijk dé ideale stoere mannenbak om lange afstanden mee te rijden. Neem een wintersportvakantie, Zuid-Frankrijk. Heerlijk. Er is vaak alleen één irritant dingetje. Kinderen. Mama, mag ik een snoepje? Papa, hoe lang duurt het nog? Ik ben misselijk. Zijn we er bijna? Ik wil niet meer in de auto. Ik wil eruit. Zo. Strak ingeparkeerd. Ha, ik heb gehoord dat jij Nick bent. Dag, tante. Hi, Nick. Oh, je moet me helpen, Nick. Wat dan? Kijk, wintersportseizoen. Heel leuk. Manlief gaat rijden. Kinderen achterin. Jij gaat mee. Ik ga mee. Maar die kinderen zijn gewoon het probleem. Want die moeten zoet gehouden worden, hè? Geen stress. Ik ga je helpen. Ja, want we hebben een leuke iPad. Maar dan? We hebben de ultieme gadget voor in de auto om de kids stil te krijgen. Ja. iPad-houder. Op een luxe manier. Geïntegreerd. Over de ladies. Kijk. Heerlijk. Gewoon 12 uur lang. Relax. Is dat verantwoord? Kun je ook van je mam genieten. Ja, leuk. Kun je netjes opzij kijken. Zo een schatje. Kijk, hè, Lies. Dan kan je ranzige dingen tegen elkaar zeggen. Want die kinderen hebben toch koptelefoons op. Precies. Dus ik garandeer je dat het gewoon voor elkaar is. Ja, wat goed. Thanks. Ja, dit is hem. Dat is een iPad. Hier heb je een voor thuis als goed een beschermhoesje mee. Ja. En dit wordt de hoes die de ultieme gadget is voor op weg naar wintersport. Oh. De iPad, klik je erin, ja. Klikt hem vast, ja. Neemt hij alle functies van de iPad neemt hij over. Dus de volumefunctie, camerafunctie, aan-uitfunctie. Cool. En maar ik heb dus in mijn auto niet zo'n tafeltje wat je in het vliegtuig hebt. Hè? Dan heb je altijd zo'n leuk tafeltje waar je alles op kunt zetten. Voor dit pakket hebben we een dockingstation erbij. Die monteer je aan de hoofdsteunen. Hoe heet dat? Een docking station. Docking station? Docking station. Oh ja, dat weten mannen. Dat weten mannen. Dat komt helemaal goed. Okay. Als je dit meeneemt naar huis, dan spreekt het voor zich. Okay. Zonder een schroevendraaier te gebruiken, kun je deze monteren. En zelfs jij kan dat. Oh. Ik geef je 2 minuten. 2 seconden langer. Okay. Tijd loopt. Ja, tijd loopt. 2 minuten. Hier doe ik al 2 minuten over. Hup, zo. En dan doe je het naar je toe. Tadaa. Kom maar, kindje! Ja! Oh, wat een drukte, hè? Stap maar in, hoor. We gaan eventjes 12 uur rijden. In de auto, gezellig. Kindjes, gaat het goed daar achterin? Nou, wat fijn. Ik ben zo blij dat het goed gaat, want normaal vinden jullie altijd stront vervelend achterin.